dat zo wezenlijk is, vind ik, is dat we meer vanuit ons hart gaan leven, meer vanuit onze intuïtie, meer vanuit wie we in wezen zijn, in plaats vanuit ons denken en vanuit ons ego en van wat er buiten in de wereld ons wordt opgelegd. Vaak worden we geconditioneerd door de omgeving of geïndoctrineerd. Zeker in deze tijd is ontzettend veel gaande als het gaat over soevereiniteit. Behoud van je eigen kracht, je eigen lichtkracht. En ik help je daar een stukje mee op weg. Ik kijk met je mee hoe je goed bij jezelf kunt blijven. Hoe je in je kracht blijft staan of hoe je in je kracht komt. Hoe je daar ook meer in kan gaan ontspannen. Dat je meer naar overgave mag. En ook meer naar vertrouwen op je pad. Het is zo wezenlijk dat je elke keer weer leert te vertrouwen op je pad. Ook al is er heel veel chaos om je heen. Al ga je door diepe emoties waar heel veel mensen op het moment doorheen gaan. Toch is het wezenlijk elke keer weer die weg naar binnen te gaan. De weg naar jouzelf.